Like challenge. Like deze video sneller. Dan dat ik mezelf kloon. Ja. En geloof me, ik ben sneller. Ik heb mezelf gekloond. Ik heb een mini Dutch tuber in mijn hand. En iedere keer dat ik klik, kloon ik mezelf. Eigenlijk komt er gewoon een mini mij uit mijn bil. Letterlijk, kijk maar. Het spant achter mij alsof ik een scheetje laat. Een levens... aan de kant jij. Een levensecht scheetje. Ik heb ook verschillende andere dingen. Zoals bijvoorbeeld sprint, waardoor ik sneller ben. Dan heb ik dit ding in mijn hand. Maar ik heb ook dit, resize. Zodat ik mezelf bijvoorbeeld kan verkleinen. En daarmee dus ook kleinere clones kan maken. Maar ik kan mezelf natuurlijk ook vergroten. En dat kan tot een bepaald opzicht dat je echt mega groot bent. En dan kan ik dus hele grote clones maken. Eigenlijk wil ik wel een battle zien tussen de mega Dutchtuber en de kleinste twee Dutchtubers ter wereld. Wie zouden er winnen? Deze twee of deze dude? Wauw. Dat is een mooie beeld. Waarschijnlijk winnen zij. Ik bedoel, hij daar, kan hen niet eens zien. Oké, wat hebben we nog meer? We kunnen dus sprinten. We kunnen, wat is dit? Call. Oh, wat heb ik gedaan? Waar ben ik? Oké, we kunnen clones ook verwijderen door erop te klikken. We kunnen er letterlijk naartoe lopen. Hé, jij daar, kijk eens achter je. Doei. Oké, wacht even. We hebben hier een orbit. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. We kunnen schoppen. Oh, wacht. Dat is geniaal. Wacht, we hebben daar een testclone. Met dit ding in ons hand kunnen wij de clones laten leven door te schoppen. Kijk, dan leven ze. Alleen als we dan denken, hey, stop eens jij. Je bent een overtreding. Dan gebruiken we hem weer en dan staat hij stil. En dan zouden we hem dus kunnen wissen. We gaan gewoon zoveel mogelijk clones neerzetten. Gewoon echt mega veel. Ik ben eigenlijk gewoon een marathon aan het lopen. En iedere 5 seconden, of eigenlijk iedere halve seconde, spannen we een clone. Eigenlijk zouden we letterlijk gewoon een woord kunnen schrijven op deze manier. Oh, we kunnen er niet meer spannen dan dit. Oké, geen probleem. Pakken we dit ding erbij. En dan gaan we kijken of een van mijn clones mij kan pakken. Nu. Oh. Jongens. Jongens, ik ben hier. Jullie gaan de verkeerde kant op. Jongens. Oké, wacht even. Kan ik ze niet groter maken? Kan ik? Of kan ik alleen mezelf... Ik kan mezelf groter maken. Oh, dit is een leuke battle. Oké, ze mogen doen wat ze willen. Maar wij lopen over ze heen. Kijk dan. Oké, wat. Ik wil iets minder groot zijn. Kan ik tenminste zien wat ik doe. Oké, we lopen letterlijk over de clones heen. Ja, ik moet de geluidseffecten even zelf maken. Oh, dit is geniaal. Waarom vind ik het leuk om mezelf in te maken in een Roblox-spel? Wacht eens even. Wat is dat? Momentje, clones die waarschijnlijk de wereld gaan overnemen in de 5 minuten dat ik weg ben. Wat is dit? Dude, dit is best epic. Dit is een soort van challenge, I guess. 512, 511, 510. Oké, we zetten er weer een aantal neer. 3 is goed. Want we kunnen ze ook een ander gezicht geven, schijnbaar. Werkt dat? Oh... Ah ja, natuurlijk. Als ik nu deze kloon en ik ga dan weer naar bijvoorbeeld een ander gezicht en ik kloon dan weer en ik kies bijvoorbeeld weer een gezicht en ik kloon weer, dan kan ik een indruk krijgen van hoe andere gezichten eruit zouden zien bij mijn Roblox karakter. Hé, dat is best cool. Robotuber, zombietuber, ik heb groene ogen en zie niks meer tuber, Robuxtuber, pixeltuber, bullytuber en... Tuber. Oké, dat is best dope. Wat is dit? Oh my gosh. Als ik dit aan heb, doen ze me allemaal na. Sorry jongens, ik moet jullie even allemaal weghalen, want dit wil ik op een goede manier doen. Ik wil letterlijk een rijtje maken met robots, omdat, je weet wel, robots volgen en nemen uiteindelijk de wereld over. Dus ik wil wel een beetje op de zaak vooruit lopen. En we gaan eens even checken hoeveel we er kunnen spannen. Let's go. We zouden dus ook gewoon letterlijk mega grote robots kunnen maken. Zelf heel klein zijn en dan volgen ze ons gewoon. Dat is best badass, toch? Dan lijkt het letterlijk alsof ik de wereld wil overnemen. Wat heb ik met de wereld overnemen vandaag? En als we dan nu dus die mimic pakken. Oh my god. Gosh. Nee, wacht. Wat we dan eigenlijk moeten doen... Oké, wacht. Als we dit goed willen doen... Sorry, jongens. Ik moet jullie allemaal weghalen. Het spijt me. Ergens vind ik dit best wel satisfying, maar dat zeg ik niet. Of eigenlijk zei ik het net. En de laatste paar. Als ik ze nou letterlijk soort van om mij heen zet, dan lijkt het alsof ik mijn persoonlijke rijtje met bodyguards heb. En dan ga ik zeg maar in het midden staan. Dus hier. Dus ik sta nu in het midden. En check dit. Dude, dit is geniaal. Het voelt alsof ik een soort van zeer belangrijk iemand ben. Maar dat ben ik niet. Oh, dit is geniaal. Oké, sorry. Jullie bodyguards moeten weer weg. Oké, maar nu dus even dat idee van mij. Dat ik gewoon een soort van gigantische robot wil klonen. Echt letterlijk zo groot. Kloon, kloon. Zullen we er 3 doen? Laten we voor 3 gaan. Kloon. En dan maak ik mezelf gewoon echt minuscuul. Check hoe groot ze zijn. En dan laat ik ze me nu volgen. Oh my gosh. Ze kunnen letterlijk niet eens lopen. Zo groot zijn ze. En als ik spring doen ze het zelfs na. Gast. Kan ik ze nu verwijderen? Oh. Ja, dat kan. De kleine dude heeft gewonnen. Oké, ik maak mezelf weer even wat groter. Ik wil eerst even een ander gezicht hebben. Er zitten soms hele dure gezichten bij. Oh, deze. Dat is eigenlijk dezelfde die ik heb. En dan met rood. Oké, gaan we nu zoveel mogelijk clones plaatsen. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Je kunt zelfs in de lucht plaatsen. Oké, dit ziet er een beetje als een meesterwerk uit. En dan doen we nu lead. Oh my gosh. Oké, dat is echt heel gaaf. Als je lead doet, dan volgen ze je dus letterlijk. Je bent hun leider. En wat als ik rondjes ga draaien? Kan ik ze dan misselijk maken? Zo flauw. Ik heb een aantal nieuwe dingen erbij, zoals exploderen. Kan ik dan gewoon... Oh my gosh, waarom? Waarom zou iemand dit willen? Eigenlijk heb ik het antwoord.
Het is een soort van best wel cool. Ik bedoel, als ik het niet zou willen, had ik het niet 8 keer gedaan voordat ik zou zeggen dat het cool was. Oké, we spannen er weer een aantal bij. Niet te veel. Een stuk of 100. Dat is eigenlijk best wel veel. En we kunnen ze veranderen in creepers. Oh my gosh, mijn clones exploderen. Kst, weg, weg. Laten we er weer een aantal klonen. En we hebben ook confuse. Oh my gosh. Confuse betekent verward. En als we dat doen, dan rennen ze gewoon door elkaar heen alsof de wereld vergaat. Jongens, niks aan de hand. Ik heb het onder controle. Eigenlijk niet. Het is ook wel grappig, want als we dan nog een keer klikken, dan stoppen ze. En ze gaan weer door. En ze stoppen weer. En ze gaan... Dit kan ik echt uren blijven doen. Nou, nu gaan ze ons weer volgen. Maar wat is freecam? Oh, dat is wel cool. Dan kun je gewoon een beetje zo kijken. Zo van, hey. Ken jij het geheim? Oh my gosh, ik heb ze weer veranderd in creepers. Jongens, rustig. Dit is niet cool, oké? Als we dit gebruiken... Oh my gosh, ze vallen elkaar aan. Oh nee, weg. Oké, al onze clones hebben elkaar ingemaakt. Oké, wacht, we gaan onszelf heel klein maken. En dan ga ik nu mezelf klonen. Gewoon een aantal keer, laten we zeggen. Hoeveel zullen we er doen? Zoiets. En dan ga ik nu deze kant op. En maak ik mezelf mega groot. En daar klon ik er dan, laten we zeggen, 3 van. Oké, nu weer even de normale grootte. Nu hebben we hier dus de grootste DutchTubers. En hier de echt gewoon de minis. En nu gaan we die tegen elkaar laten vechten. Oh snap. Oh. De minis hebben gewonnen. No way. Oké, ze maken elkaar nu in. Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Er zit een klein achter mij aan. Er zit letterlijk een mini Dutch Super achter mij aan. Laat me met rust. Oh my gosh. Ik heb hem ingemaakt. Oké, we spannen er weer een aantal bij. En wat kunnen we met dit lichtgevende ding dan? Wow. We kunnen het dag en nacht maken. Oké, dat is best wel cool. Dat is best nice. Oké, jullie lopen allemaal met mij mee. Ik ben benieuwd. Wacht, ik heb een idee. Er was daar toch zo'n soort van rare brug waar je heel ver naar voren kon lopen. Wat nou als we alle clones meenemen? En dan gaan we kijken of zij echt volgen. Dan gaan we, jongens. Ik hoop dat jullie een schone onderbroek mee hebben. Oké, we gaan er overheen en ze volgen me inderdaad. Oh, snap. Ik ben zo benieuwd of ze gaan vallen. Waarom doe ik dit? Hé, wat staat beneden? Oké, maakt niet uit. Let's go. Oh my gosh, nee. Oh nee, ze verpesten het. Oh, ze verpesten het zo erg. Ze weten niet hoe ze... Ze gaan weer weg. Ze gaan er weer... Oh nee, ze zijn allemaal gevallen. Wat erg. Weet je wat? Ik ga gewoon alleen maar mega DutchTubers spannen. Maar echt gewoon echt de allergrootste. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel ik er hiervan kan plaatsen. En eigenlijk wil ik die dan tegen elkaar laten battelen. Dat lijkt me een soort van best wel cool. Oké, we hebben er echt al heel erg veel neergezet. Oh my gosh, ik vlieg er zelf door in de lucht. Oh, snapperoni. Oh, wat ben ik aan het doen? Ik heb een toren gemaakt van clones. Doet. Oh, snap. Oh, als ik deze nu ga aanzetten. Oké, wacht. Daar gaan we. Oh my gosh, ik ben echt heel bang, hè. 3, 2, 1. Let's go. Het regent. Oh, ik kan niet zien. Het regent DutchTubers. Oh, als deze nu met elkaar gaan vechten, hebben we echt een probleem. Oh, ze komen allemaal nog uit de lucht vallen. Ze komen letterlijk allemaal nog uit de lucht vallen. Wat ga ik doen? Ga ik ze laten vechten met elkaar? Ik ga het gewoon doen. Let's go. Mega Battle Dude. Oké, wacht. Ik wil nu eigenlijk hetzelfde doen met mini DutchTubers. Hoeveel... Ik ben zo klein dat ik mezelf niet eens meer zie. Oké, ik ben echt mini op dit moment. En nu ga ik kijken hoeveel mini-clones... Nee, het kan nog kleiner. Het kan nog iets kleiner. Oh my gosh. Ik ben zoveel mini-clones aan het spannen. Waarom doen jullie niks? Hier hebben jullie Robux. Ik ben mini DutchTubers aan het overhalen met Robux. Oké, dit was geniaal. En wacht, hiermee kan ik mezelf... Dude, wacht even. Wat? Hiermee kan ik mezelf mega dun of mega... niet dun maken. Gast. Oh my gosh, het kan nog verder. Oh, snap, wat heb ik gedaan? Wacht, oké, dan wil ik... Oh. Ik wil mezelf echt zo dun mogelijk maken. Oké, we gaan verder. Oh my gosh, we zijn zo dun. Je kunt niet eens zien dat we een persoon zijn. En dan ga ik nu mezelf klonen. Allemaal super dunne kleine gastjes. Dan gaan we nu deze kant op. En dan maken we juist het tegenovergestelde daarvan. Niet te overdreven. Oké, dat is eigenlijk wel. Daar klonen we er ook een aantal van. Come on, het werkt niet. Ik kan dit niet klonen. Oké, het is gelukt. We hebben hier de super dunne en hier de niet zo dunne. En ze gaan nu met elkaar vechten. Oh, snap. Ze maken elkaar... Oh, nee, rustig toe. Nee, ik doe niet mee in de battle. Ik ben de leider. Ik ben alleen maar aan het toekijken hoe jullie het doen, zodat ik me vermaak. Oké, weet je wat? Prima, dan gaan we de battle aan, toch? Dan gaan we de battle aan. Hier. Oh, nee. Jij, hey, kom op, man. Ben ik ingemaakt? Ik ben ingemaakt. Dit is iets compleet anders. We moeten namelijk proberen om via deze ballen helemaal bovenaan de toren te komen. En de toren is dus eigenlijk niet echt een toren. Het zijn gewoon letterlijk allemaal ballen op elkaar gestapeld. En het is mega lastig om jezelf er doorheen te manoeuvreren. Want terwijl je dat probeert, probeert iedereen het in het spel. Maar het is vooral dat je eigenlijk geen kant op kan. Ik bedoel, als je geluk hebt, dan vind je ergens een soort van opening waar je doorheen kunt springen. Maar most of the time zit je gewoon helemaal vast. Oeh, wacht. Ik sta ergens bovenop volgens mij. Ik weet niet of we die lichtgevende mogen aanraken. Ik weet niet of we dan afgaan. Het ziet er naar uit dat het is toegestaan. Er zitten meer dan 1200 ballen in deze toren. Oh. Wat heb ik gedaan? Dit is serieus mega eng allemaal. Soms moet je gewoon even een ander gedeelte zoeken waar je dan wel weer verder kunt klimmen. Oh, snapperoni. Hier zit ik echt vast. Of nee, tenminste, die groene daar. Oh. En dan die roze en dan deze hier. Hé, luister, ik heb hier serieus een soort van goed gevoel over. En dat zeg ik terwijl ik vast kom te zitten. Maar kan ik die rode pakken? Ja. En dan misschien als ik via de zijkant ga. Oeh, ja, nu kom ik op een goede plek uit, dude. En dat maakt me misschien nog wel bangste van allemaal. Het kan maar zo zijn dat ik nog lang niet bovenaan ben. Terwijl mijn gevoel nu zegt dat ik echt lekker bezig ben. En sommige dingen die lijken op een vierkant en niet eens op een bal. Wacht, dat gaat nu wel heel snel volgens mij. Hier naar boven. Hier naar boven, hier naar boven, hier naar boven. Oeh.
Kijk, het punt is, als je een beetje pech hebt en je valt in één mooie rechte lijn naar beneden. Ik zeg mooie rechte lijn, maar je bent er dus niet blij mee. Dan moet je een heel gedeelte opnieuw doen. Wacht, kan ik deze op? Ja. En dan die gele misschien. En dan via hier deze. Oh nee, er vallen letterlijk ballen. Ik zie het gebeuren. Kijk, dit is dan wel. We zijn er! We zijn boven! Daarom zie ik ballen vallen. We hebben het gehaald. Als ik naar boven kijk, zie ik gewoon ballen naar beneden vallen. Yes! We kunnen zelf 250 ballen toevoegen voor 200 Robux. Laten we er 50 toevoegen. Komen ze dan in één keer uit de lucht vallen of niet? Oh ja, er komen er heel veel. Oh my gosh, dat heb ik gedaan. Nee, waarom deed ik dat? Oh nee. Oh, nu zit ik echt vast. Nu zit ik lijp vast. Oh my gosh, ik heb mezelf vastgezet. Maar ik heb het eigenlijk al gehaald. Dus zo erg is het niet. Abonneer voor meer en adios.